Auto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Nummers 1, 2 en 3 die doen mee aan het duel om de leiding. De 4 tot en met de 6 allemaal niet. En we gaan heel hard op weg naar de eerste bocht. Aan de binnenkant Emotion. Aan de buitenkant wordt de leiding nu overgenomen door Diola P. Diola P gaat als eerste de bocht in. Emotion op plaats 2. Derde plaats daarachter is voor Sereste. Eerste paard aan de buitenkant die naar voren gaat is Hamilton Quick, de favoriet. Daarachter volgt op de vijfde plaats Ultra's As. En de zesde en laatste plaats voorlopig is voor Ruud Pols en Daisy van Kampstra. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune. Intussen aanval van Emotion. Die gaat de leiding overnemen van Diola P. Emotion nu op kop. En daar komt aan de buitenkant nu de favoriet achteraan. Hamilton Quick. Emotion leidt. Die gaat gelijk de aanval krijgen van Hamilton Quick. En er wordt even kort gesproken tussen de beide rijders. Ze zijn er al uit. John de Leeuw mag er langs. En die gaat nu de leiding overnemen. Hamilton Quick de nieuwe leider. Emotion op plek 2. Derde plaats daarachter is voor Diola P. Op de vierde plaats volgt Sereste. Vijfde is Ultra's As en zesde Daisy van Kampstra. Alle paarden achter elkaar gaan de laatste kilometer in. 700 meter koers gehad en de leiding in handen van Hamilton Quick. Hamilton Quick in de PD-kleuren. Ze wonnen vandaag al 2 maal galopaden van Emotion op plek 2. Emotion springt eruit en zo gaat naar plek 2 Diola P. Uitgeschakeld nummer 1, 1 galop. Paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding daar dus makkelijk in handen nu voor Hamilton Quick. Het gaatje daarachter naar Diola P. Daarachter volgt Sereste. Nu gaat Ultra's As een halfspoortje naar buiten. Op de vlieger denkt nu kan het wel. En daarachteraan gaat proberen te gaan Daisy van Kampstra. Probeert de rug van Merwe Staal te houden. Maar dat is voorlopig nog niet zo makkelijk. Paarden zijn inmiddels op weg naar de laatste bocht. Hamilton Quick leidt. Hamilton Quick lengtevoorsprong op Diola P. Buitenkant Ultra's As. Binnendoor gaat naar voren Sereste. Tweede spoor is voor Daisy van Kampstra. En zo gaan ze de laatste bocht in. 2 lengtevoorsprong heeft die Hamilton Quick. Maar hij moet nog wel even die laatste bocht door. En er komt wel wat druk aan de buitenzijde. Want halverwege de laatste bocht komt Ultra's As dichterbij. Hamilton Quick, Ultra's As. Daarachter Daisy van Kampstra, die nu ook een heel snel moment heeft. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daisy van Kampstra ziet er dreigend uit aan de buitenzijde. Maar nog altijd leidt Hamilton Quick. Ultra's As komt er tussendoor. 3 paarden nu op 1 lijn. Midden van de baan Ultra's As. Aan de relingzijde Hamilton Quick. De Leeuw lijkt de zaken helemaal onder controle te hebben. Hij doet er niks aan, maar hij zit met zijn handen vol. En wint met een halve lengte. Hamilton Quick voor Ultra's As. Dan Daisy van Kampstra. 4e Sereste. En 5e was Diola P.